Een leerkracht moet niet alleen maar leren wat je wilt doen. En moet je ook kunnen zeggen van dat je je veilig voelt in je huid. Dat je hier op deze school blijft. Alle leerlingen zijn belangrijk in een school. Elke leerling is uniek en elke leerling heeft hulp nodig. Ik zit op St. Jans College in het eerste middelbaar. En ik ben doof. Ik heb 2 oorapparaatjes. Ik vind het heel belangrijk dat de leerkracht vooral heel veel aandacht aan de leerlingen met beperking geeft. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de lerarenkorps diverser zou worden, want het is alleszins een essentieel element om racisme en discriminatie te bestrijden. Als jongeren het al van een jonge leeftijd gewoon worden, dat ze overal rond zoveel diversiteit omringd worden en dat dat goed samengaat, ja, dan leren zij denk ik ook beter mee omgaan. Ik zit in een klas soms met 30 mensen en ik merk dan dat het heel moeilijk is voor de leerkrachten om leuke lessen te gaan geven. Maar bijvoorbeeld voor Grieks zitten we met een hele kleine groep. Dan kunnen we heel veel met elkaar praten en dan kunnen we discussiëren en ja, veel nieuwe dingen leren die ook buiten het leerstofoverzicht gaan en buiten het boek gaan. En dat vind ik leuk, want dan leren we zoveel meer bij dan normaal het boek volgen. Ik ben tweetalig. Mijn mama die is Amerikaanse en daarom is mijn eerste taal Engels. Op school mocht ik in het tweede middelbaar bijvoorbeeld niet Amerikaans-Engels spreken, maar moest ik Brits-Engels spreken. Ik had andere leerlingen kunnen helpen om de taal beter te begrijpen, op een andere manier misschien ernaar te kijken. En ik denk dat als er meer zou ingezet worden op talenten in de les op school, dat het net iets makkelijker zou zijn om te weten waar dat je goed in bent, wat dat je wilt doen met je leven. Ze hebben mij gepest en ik begon terug te pesten, maar ik begon zwaarder terug te pesten. De pester is niet per se iemand dat pest voor zijn plezier. De pester is meer iemand die dat doet omdat hij zich niet goed voelt in zijn huid. Als ik leraar zou zijn, zou ik meer zijn van mijn eigen ervaring te vertellen aan mijn leerlingen. Mijn eigen ervaring te zeggen van hoe je het beste oplost bij de leerlingen zelf. Dat de leerlingen zich weer goed kunnen voelen, dat ze weten dat ze niet alleen zijn in de wereld dat gepest worden. En zo wil ik dat ik mijn leerlingen kan overtuigen van niks gaat slecht.